Welkom hier vanavond op 4 mei. Het moment waarin we het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken en met name de slachtoffers die in deze oorlog gevallen zijn. Maar het is ook goed om stil te staan bij alle oorlogen uit verleden en heden voor strijders en gevallenen. Welkom aan u allen. Samen herdenken om te voorkomen. Een uitspraak die ik recent hoorde. Het blijft belangrijk om te herdenken. We zien immers dagelijks de beelden hoe het niet moet. En hoe is het in ons eigen land? Verdraagzaamheid is ver te zoeken. En het lijkt wel of de verschillen steeds groter worden. Het woordje samen lijkt verder weg dan ooit. Hoe mooi is het dan om hier met z'n allen samen te zijn? Welkom aan een ieder die op welke manier betrokken is bij herdenken. Herdenken in brede zin, landelijk. Maar steeds nog maar weer hier ook plaatselijk in Leut. Leut, we weten het waarschijnlijk allemaal, kwam niet ongeschonden uit de strijd. Naast veel verwoeste huizen, de beelden laten het ons ook zien, en gebouwen was er veel persoonlijk leed. 6 dorpsbewoners kwamen om in het oorlogsgeweld. Opnieuw noemen we hun namen. Jacobus Hubbers, Kaat Gerritsen Nabbe, Johannes Jurrius ter Haard, Gerrit Awater, Anton Driessen en Theo Jansen. Hoewel hun overlijden lang geleden is, worden zij niet vergeten en nog altijd vertegenwoordigd door familieleden hier aanwezig. Ook hun generatie dunt uit. We moeten soms afscheid nemen van mensen die we lang in ons midden hebben gehad en die ons dierbaar waren. Recent nog overleed de heer Willy Jurrius, die vanaf het begin bij de herdenkingen hier in het Leutse betrokken is geweest. Ook vandaag hebben we bloemen gelegd bij het monumentje ter nagedachtenis aan soldaat Harrison. U weet wel, het monumentje aan de Duffeldijk. We rijden of wandelen er vaak achterloos voorbij. Het lijkt zo gewoon, maar zijn dood staat voor ons symbool voor de vele gevallenen uit Engeland, Canada, Amerika en nog zoveel meer. Zoals ook de steen aan het kerkplein hier aandacht voor vraagt. De steen, die bedoel ik dan, waarmee we de soldaten herdenken die hier gevallen zijn voor onze vrijheid. De actie die in november heeft plaatsgevonden, heeft opgeleverd dat we het monument aan het kerkplein kunnen verfraaien met een mooie gedenkplaat. De onthulling zal in september plaatsvinden, als we ook aandacht willen geven aan 80 jaar bevrijding. We zijn bij deze dodenherdenking altijd met velen, jong en oud. In de voorbereiding hebben we de basisschool betrokken. Leerkrachten passen de lessen over de oorlogservaringen in hun programma in. We maken een wandeling. En de kinderen van de hoogste groepen werken mee aan het schoonmaken van de monumenten. Samen zetten ook zij zich in om de herinnering levend te houden. Ze denken na over de verhalen en stellen vragen aan hun ouders, hun opa's en oma's. Zo blijft de oorlog, maar zeker ook de zwaar bevochten vrijheid, in onze, maar zeker ook in hun gedachten. 5 mei, morgen, vieren we de vrijheid. Wij kunnen nog steeds in vrijheid keuzes maken. Maar met de recente oorlogen in gedachten zien we ook hoe kwetsbaar dat is en hoe we deze vrijheid moeten blijven koesteren. Vanavond is een avond van herdenken. Ik wens u, wij wensen u, een mooie bijeenkomst toe. En misschien voor de goede orde, u hoort het regenen. We gaan straks niet de herdenking buiten laten plaatsvinden. Dus je kunt rustig ontspannen gaan zitten. Oh.
Alsof wij vergeten. Wanneer menselijkheid verdwijnt en de hart regeert. Wanneer nooit genoeg, omdat we telkens meer. Wanneer mensen onderdrukt en idealisme ontspoort. Wanneer mensen in opstand, omdat ze niet worden gehoord. Wanneer we vechten om wie beter. Wanneer mensen in angst leven. Alleen omdat we anders. Conflicten tussen de landen. Wanneer mensen in gevaar. Wanneer één iemand bepaalt. Wanneer mensen niet met elkaar. De geschiedenis zich herhaalt. Alsof we zijn vergeten. Alsof we niet willen leren. Alsof men oude pijn probeert te helen met nieuwe wonden. Met leed van families en gezinnen die zijn getroffen. Zij die nog hebben gevochten, gingen strijdend ten onder. Wat ging er door ze heen? Wat hebben ze gezien? Wat waren hun laatste woorden? Ik denk aan hun die het leven lieten, slachtoffers en geliefden. Die hun moeten missen. Daarom houden wij stilte voor allen die zijn omgekomen en de tijd die hun is ontnomen. Want achter al deze namen schuilen mensen met verhalen, waarvan velen vergeten of voor altijd begraven. Hoe houden we hun verhalen in leven en geven we het door aan onze kinderen? Zodat we blijven herdenken, blijven herinneren, om nooit te vergeten. Herdenken, herinneren, om nooit meer te herleven.
iemand naar je kijkt. Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Alles wachten is. Het lijkt alsof niemand om je geeft. Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken is, alles wachten is voor mij. Leun op mij. Leun op mij. Kom maar hier. Graag wil ik nu het woord geven aan mevrouw Van der Scheur, die ons zal toespreken namens de gemeente Bergendal. Ja, goedenavond allemaal. Het is goed dat wij hier vanavond weer bij elkaar zijn om onze betrokkenheid en ons respect te betonen aan alle slachtoffers die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen en conflicten. Slechts 3 namen staan op het kleine stenen monumentje hier in Leut. 3 levens vroegtijdig beëindigd door oorlog en strijd. Zij staan vanavond echter symbool voor honderdduizenden anderen die, net als zij, slachtoffer waren van een zinloze oorlog. We staan aan de vooravond van 80 jaar bevrijding van Nederland. Volgend jaar, in 2025, is het officieel 80 jaar geleden dat de bezetter onvoorwaardelijk capituleerde. Eerst in Nederland, een paar maanden later ook in het voormalig Nederlands-Indië. Dit jaar maken we een start met het programma rondom de vrijheid die voor onze gemeente begon met de luchtlandingen in de heuvels om ons heen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid ontstaat niet uit het niets en wordt niet zomaar in stand gehouden. Waar vrijheid verdwijnt, moeten we opstaan om deze te herwinnen.
De talloze graven en monumenten in onze gemeente zijn daar de stille getuigen van. Voor onze regio kwam vanaf september, onverwacht, maar niet minder welkom, de eerste aanzet tot bevrijding. Met hand en tand, in bittere strijd en ten koste van vele levens, werd ons de vrijheid geschonken. Een soms bitter zoet geschenk, want voor meer dan 7 maanden werd dit gebied frontlinie. Evacuaties van de polder en de dorpen, eindeloze beschietingen, plunderingen en verlies van familie en vrienden waren aan de orde van de dag. Veel buitenlandse soldaten, vaak nog heel jong, hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. En ik stel mij de vraag, hoe zouden zij en alle slachtoffers die wij vandaag herdenken naar ons kijken, over ons oordelen? Ik vermoed dat ze treurig het hoofd zouden schudden om de waanzin van het zoveelste nieuwe strijdtoneel. De absurditeit van het zinloze verlies van zoveel vaak jonge levens, elke dag opnieuw. Rond Pasen was ik in de vriendenkring om te luisteren naar de Passion. En ik herhaal hier de woorden die toen werden gesproken. Onze wereld is een brute wereld. Een wereld van angst, geweld en grootheidswaanzin. Het moet allemaal steeds beter en sneller en oorlogen zijn aan de orde van de dag. Wat te denken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, waar aan beide kanten onschuldige slachtoffers vallen, en natuurlijk de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. De televisie doet pijn aan je ogen als je het leed ziet wat een ander wordt aangedaan. Hoeveel mensen hebben hun land niet moeten verlaten en een veilig heenkomen elders moeten zoeken? Hebben we dan niets geleerd van de Tweede Wereldoorlog? We herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei, maar wat is het waard? Die vraag werd gesteld in de vriendenkring. En deze vraag kunnen we helaas blijven stellen. Vorige week heb ik de as uitgestrooid van een oud-tante van mij. Zij was 87 jaar. Toen ze 6 was, is haar vader door de bezetters uit huis gehaald. Zij heeft dat gezien, want ze zat heel stil bovenaan de trap. Haar vader is in een kamp om het leven gekomen en ze heeft hem dus nooit meer teruggezien. Deze vreselijke gebeurtenis heeft een grote impact gehad op haar hele leven. Ze heeft uitgezocht waar hij precies is overleden en heeft dat kamp vele malen bezocht. Toen ze 2 jaar geleden wegens dementie in een verpleeghuis opgenomen werd, heb ik haar huis moeten leegruimen en kwam ik heel veel oorlogsdocumentatie tegen. En vorig jaar op 4 mei zei ze, ik ga alleen op mijn kamer naar de dodenherdenking kijken en ik wil er met niemand over praten. Van een geriater hoorde ik dat in februari heel veel mensen met dementie die de oorlog hebben meegemaakt, erg van slag waren. Dat kwam doordat er veel herinneringen bij hen naar boven kwamen, vanwege alle aandacht voor het bombardement in Nijmegen. Wat ik hiermee wil zeggen is, de verschrikkingen van een oorlog dragen mensen hun hele leven met zich mee. Laten we dat niet vergeten. En dat maakt het voor ons des te belangrijker om hier stil te staan, samen te komen en onze vrijheid te waarderen. En om nieuwe generaties keer op keer te wijzen op de noodzaak, de waarde en het belang van vrijheid en democratie. Al 80 jaar leven wij hier in vrijheid en in de meeste West-Europese landen. Met toenmalige bondgenoten en voormalige vijanden bouwen we aan een gezamenlijke toekomst. We kijken meer dan ooit over onze eigen grenzen heen en herdenken samen het leed van toen. Tegelijk is het meer dan ooit aan ons allen om waakzaam te blijven. Wie morgen terecht vol overtuiging de vrijheid viert, doet er goed aan in het achterhoofd te houden wat de prijs was van deze vrijheid. En wat de prijs vandaag de dag nog steeds kan zijn, dat zien we iedere dag in de media. We merken de spanningen in de wereld toenemen. We zien de oorlogen, ook aan de grenzen van Europa, de strijd en haat die de overhand neemt. We voelen de rimpelingen daarvan ook in ons eigen land terugkomen. Conflicten elders worden onderdeel van politieke statements en spelletjes. Voor- en tegenstanders staan, gescheiden door een cordon politie, elkaar toe te schreeuwen. En de loopgraven worden ook hierbij steeds dieper gegraven onder het motto
Wie het niet met ons eens is, is tegen ons. De Duitse priester Karl Leisner sprak vlak voor zijn dood, na jarenlange gevangenschap en ontberingen in het concentratiekamp Dachau, de volgende woorden. Segne auch, hoogste mijn Feinde. Zegen ook, hoogste mijn vijanden. Het zijn woorden die getuigen van een onverzettelijkheid en vergevingsgezindheid die we de komende jaren in de wereld goed kunnen gebruiken. Want in een tijd van onverdraagzaamheid is het des te moeilijker verdraagzaam te blijven. Wie staat op? Wie durft tegen de stroom in te gaan? Wie blijft tussen het geweld van de soundbites en Twitterquotes het constructieve gesprek voeren? Wie kan verder kijken dan kleur, religie, afkomst en achtergrond en blijft de mens juist op de voorgrond plaatsen? En wie slaagt erin van een vijand weer een vriend te maken? U merkt, deze tijd roept soms meer vragen op dan ik hier kan beantwoorden. Moeilijke vragen met soms nog een nog moeilijker antwoord. En waar de meningen over uiteenlopen. Dat klinkt pessimistisch, maar dat is het niet. Want ik heb vertrouwen in onze democratie en ik heb hoop. Het mooie van onze democratie is het recht en de kans om het samen hardgrondig met elkaar oneens te zijn. Verschillen mogen er zijn, maar laat ons ook vooral overeenkomsten zoeken en de moed om elkaar de hand te durven reiken. En ik hoop en vertrouw erop dat onze toekomstige generaties nieuwe manieren zullen vinden om dit land, deze wereld, weer een stukje beter te maken. Dank u. Graag wil ik u Gerrit Hendricks introduceren. Gerrit heeft de oorlog en vooral de tijd erna van zijn ouders behoorlijk wat meegekregen. En hij gaat ook wat vertellen of laten horen woorden die zijn vader heeft uitgesproken. Gerrit? Als nazaat van Catharine Nabbe, een van de Leutse oorlogsslachtoffers, ben ik gevraagd om hier een bijdrage te leveren.
Ik heb hier echt over na moeten denken. Niet uit respect voor de gevallen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar gezien de huidige situatie in de wereld. Al zo'n 40 jaar heb ik de meeste dodenherdenkingen bijgewoond, aanvankelijk met mijn moeder, later met mijn vrouw en weer later met onze kinderen. Al op jonge leeftijd heb ik de verhalen meegekregen over wat de oorlog voor mijn ouders heeft betekend. Met name mijn vader was iemand die ons middels die verhalen in boodschap mee wilde geven. In een ervan, door de linies naar bevrijd gebied, proef je de spanning en de zucht naar vrijheid. Een deel van zijn oorlogsverhalen zijn opgetekend in het boek Het ziet hier zwart van de witte lakens, geschreven door Jan van Eck en Hans Giesbos. Mijn persoonlijke boodschap wil ik overbrengen door een verkorte versie van dit verhaal te lezen, voor te lezen van dit verhaal. Ik citeer. Het is inmiddels de eerste week van januari 1945, geëvacueerd in een Achterhoek bezet gebied. Risico om te werk gesteld te worden in Duitsland. Ik besluit om door de linies te breken en ga op zoek naar enkele medestanders. Na deze gevonden te hebben, besloten we om met een roeiboot de Rijn en de Waal af te zakken naar reeds bevrijd gebied. In Lobith hebben we met de nodige risico's een roeiboot weten te kapen uit de Oude Rijn. Het weer zat niet mee, het was te helder en er stond een te harde wind. We besloten om de oversteek uit te stellen. Op zaterdag 6 januari was het windstil en er lag mist op het water. Gedeeltelijk waren de sterren te zien om ons op te kunnen oriënteren. Ideaal. Die zaterdag beloofde ik ze allemaal een Engelse sigaret. Tegen de achterblijvers zei ik dat er voor elke aangekomen persoon om 8 uur een lichtkogel afgeschoten zou worden. Het was koud. We liepen door de sneeuw naar de roeiboot. Deze vlot getrokken roeiden we naar de Rijn. Hier stonden nog 4 medestanders te wachten. Instappen en plaatsnemen. Om geluid te voorkomen hadden we jute zakken in de roeiholtes van de roeispanen gelegd. Deze zakken vielen er enkele keren tussenuit. Waarschijnlijk door de zenuwen en de spanning. Met als gevolg lawaaiklappen over de gehele Rijn. Het enige wat ik kon zien was die ene ster, water en mist. Ik roeide zo snel als ik kon naar het westen. Opeens sloeg daar een dieselmotor aan de Millingse oever. Potverdorie, daar heb je de Duitsers. Paniek in de boot. Ik zeg, jongen, maak je nog niet zo angstig, want er moet vanavond iemand overgezet worden. En dat is... En dat is bijna, het Middelmarische Zee is vandaag naar Millingen, die moeten er nog over vanavond. En ik hoopte dat ik gelijk had, maar ik gaf mijn eigen daar ook niet veel kant in. Maar in ieder geval redde ik de situatie in de boot een beetje. Maar uiteindelijk kwam die Duitse motorboot, die kwam raar op ons af. Uiteindelijk kwam die uit de mist tevoorschijn. Hij zag ons gelukkig niet, want hij stopte de motor. Hij ging natuurlijk liggen luisteren waar wij waren. Nou, ik stop met roeien. Jongens, we hebben dat ik teruggroeide naar de plaats waar ik vandaan was gekomen. Ik zei, dat kan niet, want ik ben al een kilometer stroom af. Dat begrepen ze nog niet, want die mensen kenden niks van de rivier. Nou ja, hij sloeg de motor weer aan. Nou, ik dacht, misschien heb je mij nog niet gezien, want ik ben kleiner dan jij. Ik wou langs voortpandelen, schuin, opkeken er maar, voorheen nog. Maar door de bangigheid van mijn inzetten in de boot, besloot ik dan toch maar uit te wijken voor die mof en links af te gaan. Dat was het moeren in. Maar met het risico dat ik op de Rijn terecht kwam. Met veel inspanning is de roeiboot tegen de stroom in over de splitsing Rijn-Waal de Waal weer opgetrokken. We weten nog enkele bijna onderscheppingen door de patrouilleboot ontlopen en roeien stroomafwaarts. Na 2 keer onder spervuur tevergeefs aan wal geprobeerd te komen, lukt dit ter hoogte van een steenfabriek De Ooi. Hier zijn we voorzichtig de dijk opgelopen in verband met mogelijke landmijnen en vervolgens richting Nijmegen. Ter hoogte van Meide Smit zagen we licht uit in huis komen. Ben er naartoe, laat je eens goed kijken dat er geen Duitsers hier zitten. Verwachtte dat niet, maar je wist het nog nooit zeker. Wij daar... Om het huisje gekeken, er stond een lege wagen met de knijpkant daarop gelicht en er stond de ster op van de Amerikanen. Nou, allemaal doodgelukkig. Ik zeg, dan gaan we naar binnen.
Ik klop op de deur, twee teken. En ik zeg, Dutchman, roep ik, doe de gang. Nou, dan komt een soldaat met de mouwen op een stroop. De gang in. Hij zegt, kom in. En hij gooit de deur open. En ik stap langs de man, ik zeg, goedenavond. Ja, goed afternoon. En ik stap de kamer in waar hij uit kwam. Ik stond even te klippen met mijn ogen, dat vallen. Licht van de petromaxlamp, die we ook hadden. En ik zeg, goedenavond, die officier zit achter een bureau. Een stuk met 3-4 voet te stellen. De soldaat zit een apart tafel een briefje te schrijven. Nou, ik zeg tegen Jan Helmond, je kunt ergens vertellen, die officier, maar ik kan er niet meer praten. Zegt hij, die soldaat, heb je een sigaret? Ik wist niet of het op Engels was, maar ik dacht wat al met hem staan. Nou, zegt hij, je hebt een pakje sigaretten. Maak het voor me open. En ik zeg, jongens, hier is die sigaret die ik gisteren beloofd heb. Hier is die. We kregen koffie met suiker. En na een half uur stond de hele kamer vol hoge officieren. Op mijn verzoek hebben ze die avond 6 lichtkogels afgevuurd. De maandag waarop we vertrokken was 1 januari 1945. Op de stalen brug in Lobitz zei ik tegen de jongens, zie je die ster? Dat is de Drie Koningenster, die brengt ons naar de vrijheid. Einde citaat. Van alle verhalen die pa ooit verteld heeft, spreekt mij dit verhaal het meest aan. Het geeft aan dat mensen bereid waren om alles te riskeren voor vrijheid. De vrijheid in de vorm van doen en laten, maar ook in hun denken. Laten we respect hebben voor elkaars mening en middels dialoog de hedendaagse problemen trachten op te lossen. Ik dank u voor de aandacht.
Natuurlijk zijn we vandaag te vroeg. Ik zou dus ook willen voorstellen om dadelijk even wat ontspanning te zoeken en even met elkaar te praten. Want de stille tocht hoeven we vandaag niet te doen. Het is de bedoeling dat de vertegenwoordiging van DES hier naartoe komt. En dat we vervolgens het programma van wat we normaal bij het kerkplein doen, hier verder invulling aan zullen geven. Wel verzoek ik aan echte diehards om straks met Willem mee te lopen om alsnog met een aantal mensen de kransen en de bloemen daar neer te leggen. Ik denk dat de mensen die voor ons gesneuveld zijn, dat wij daar wel een beetje regen voor kunnen doorstaan. Dankjewel voor nu en even ontspannen. Ik kom zo bij u terug. We zullen beginnen met een gedicht. Vervolgens wordt de Last Post gespeeld. Verzoek ik u om te gaan staan bij de herdenking, bij de 2 minuten stilte. En daarna zal Des een hymne of iets vergelijkbaars voor ons spelen. De kranslegging zullen we niet letterlijk hier doen. Dat is een beetje een gek symbool, denk ik. Fijn als een aantal mensen mee naar de pastorieplein willen lopen. En we ronden dan dus ook af met het Wilhelmus. Ik hoop toch dat we een mooie, waardevolle herdenking hebben gehad. Herdenken kun je immers overal. Een gedicht van Ilja Boersma. Zij was 14 jaar en ze komt uit Makkinga. De tijd. Met trillende handen en knikkende knieën, een voelbare angst in die donkere nacht. Ik kan me niet voorstellen hoe mensen zich voelden. Ik kan me niet voorstellen hoe het geweest moet zijn. Iedereen bij elkaar,
luisterend naar de schoten. Hopend dat ze weg zouden gaan. Hopend dat ze zouden ontwaken uit deze nachtmerrie. Hopend dat alles weer als vroeger zou zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Ik kan het proberen te begrijpen, maar het echt begrijpen, dat kan ik nooit. Thank you.
Zou u willen gaan staan om samen het Wilhelmus te zingen? Bij het slot van deze herdenking wil ik u graag bedanken voor uw aanwezigheid hier vanavond. Fijn dat we weer met zoveel waren, dat we het samen deden, dat we samen herdenken en hopelijk morgen samen kunnen vieren. U bent van harte welkom, misschien wel met even wat geduld, om samen nog even een kopje thee of koffie te drinken, want op zoveel mensen is natuurlijk nu niet gerekend. Met een aantal mensen zullen wij naar de graven gaan en dan toch waardig deze mooie bloemen daar neerleggen. Laten we onze tradities in elk geval voortzetten en blijven gedenken en morgen nog eens extra vrij stilstaan bij onze vrijheid. Dank u wel.